Wat is Rollercoaster? Rollercoaster is een heel bijzondere voorstelling. Dat is een dansvoorstelling met heel veel choreografen. Het is een vormexperiment. Het gaat over talentontwikkeling. Maar het is vooral dans, 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 dans. Scapino is voor heel veel mensen toegankelijk. En dat is eigenlijk niet omdat al het werk zo makkelijk is, maar omdat we dans brengen waar mensen zich goed mee kunnen identificeren, wat heel goed communiceert, wat veelzijdig is. Er zit humor in, het is dramatisch, het is theatraal. En er valt altijd wat te beleven, waardoor mensen zich heel erg aangesproken voelen. Het is heel erg naar buiten gericht, het is extravert. En het is van heel hoge kwaliteit. Het zijn fantastische dansen die dat doen. En we proberen echt het publiek te verwennen met mooie dingen en kwaliteit. Die combinatie, al die facetten, maakt het dat veel mensen graag naar ons komen kijken, gelukkig. Een dans is voor mij bijzonder als ik het gevoel heb, als ik een dans nog niet ken en ik leer een danser kennen, dat je voelt, ik wil heel graag met deze danser of danseres werken. Want die is niet alleen een goede danser in de techniek, met mooie voeten en benen en springen, maar die is ook creatief en die past in het gezelschap en die brengt iets bijzonders mee, waardoor hij of zij spannend is. Nou, wat heel interessant is bij deze voorstelling Rollercoaster, is dat het zowel voor een nieuw publiek, mensen die nog nooit dans gezien hebben, heel interessant is omdat zij korte stukken zien met heel verschillende stijlen en smaken. Dus ze kunnen kennis maken en dingen duren nooit te lang. Mocht er een stukje bij zitten wat je minder aanspreekt, is het zo voorbij. Dus je krijgt een heel palet aan dans. Voor de balletkennis, of voor de danskennis, is het ook heel interessant, want die zien allemaal nieuwe choreografen, jonge choreografen en die kunnen het werk vergelijken, die kunnen ontwikkelingen zien in het werk. Nou, bij jonge choreografen zoals Marco Keuken of Itamar Soroussi of Felix Landeren, kijk ik heel erg naar wat die choreografen doen. Ik probeer te achterhalen wat hun beweegt. En ik kijk ook vooral naar hoe ze met de dansers werken en hoe origineel dat werk is. Voegt het wat toe aan het bestaande repertoire van Scapino? Het swingt, het is ontroerend, er zit alles in. Het is een voorstelling die moet je gezien hebben.